Goedemorgen allemaal, ik zit nog in mijn onesie. Ik ga zo even eten en dan ga ik erop uit. Ik dacht ik ga vandaag gewoon vloggen, want ik weet niet, ik vond het altijd leuk om te vloggen. Ik weet dat het niet super goed bekeken wordt en zo, maar ik vind het gewoon leuk. Laat me zijn. Vandaag ga ik als eerste naar Eden, naar een fotostudio, want mijn zus die wil mij weer fotograferen. Zij maakt namelijk zo'n tijdlijn van mij. Dat doet ze al sinds dat ik, weet ik veel, oud was. En elk jaar maakt ze dan weer een foto van me. En dan kun je zeg maar zien hoe ik ouder word. Dus dat wil ze weer graag doen. Als het goed is duurt dat niet heel erg lang. Dan ga ik terug. Dan moet ik de pil halen. Dan moet ik even naar de apotheek. En dan, als het kan, wou ik graag even naar Veenendaal, naar de Big Bazaar. Want ja, ik vind de Big Bazaar gewoon super leuk. En ik zie telkens dingen voorbij komen daarvan. Alleen de Big Bazaar is een beetje moeilijk te vinden. Alleen hier in Veenendaal weet ik hem. Dus daar ga ik dan eventjes naartoe. Want de laatste keer dat ik daar was, hadden ze ook OPI nagellakjes voor 5 euro. En toen heb ik het niet gedaan. En daar heb ik heel veel spijt van gehad. Want ze waren echt super huge en super leuk. Zagen ze eruit. En gewoon nog helemaal goed. Dus ja. Dus dat is de planning voor vandaag. En ja. Het is dus mijn vrije dagje van werk. En ik ga van alles en nog wat doen. Ik ben ook echt gek eigenlijk. Dit is echt altijd mijn standaard ochtend. Een zooi maken van mijn tafeltje met allemaal make-up en dergelijke. Me dus opmaken. En daarna altijd en tijdens allemaal YouTube video's kijken. Ik ben echt verslaafd. Nu heb ik nog niet zo heel veel gezien van mijn tijdlijn. Maar vaak heb ik gewoon eigenlijk bijna elke video gezien. De laatste tijd ben ik best veel weg geweest. Dus kon ik gewoon niet alles kijken. Maar vaak kijk ik gewoon serieus alles van de mensen waar ik op geabonneerd ben. Nu op weg naar het busje. Ik kan jullie niet zien. Dat komt omdat ik mijn zonnebril niet op wil doen. Want die reflecteert namelijk. En dat is best wel irritant. Want dan kunnen jullie de hele tijd jezelf zeg maar zien. Ik moet nu dus echt op de gok naar de bus. Want 9292 faalt weer echt zwaar. Dus ik loop gewoon naartoe. En ik zie wel, want ik moet sowieso 3 verschillende bussen hebben. Om in Ede te komen. Maar ja, 9292 faalt een beetje om te laten zien welke ik moet hebben. Hij weet niet eens welke bus naar die halte gaat, terwijl dat een bestaande halte is. Namelijk de Grote Straat en dat zit gewoon in het centrum van Ede. En blijkbaar kent hij dat niet. Logica. We zijn er. Fotostudio Arjan van Bruggen in Ede. I found myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared. En we zijn klaar. Dus ik ga zo denk ik weer op mijn bus. En dan gaan we de pil halen. Exciting stuff. Yes. Ik hoorde dat geluid op de achtergrond, baby. Over 7 minuten komt mijn busje en dan ga ik weer terug naar de Wageningen. Dan weer naar Wageningen. Dan naar Renen en dan misschien naar Veenendaal. Ik denk het haast wel, want het is nu pas iets voor 1. Dus het gaat allemaal heel erg vlot. Net ben ik bij de bazaar geweest en bij de kruispad. Allebei goed geslaagd. Maar nu zit ik in een badzakje zoals je kan zien. Namelijk van H&M. Ik zag namelijk hele leuke zwemkleding. Dus wil ik even passen. Wat broeken, want die heb ik gewoon echt nodig. Ik ben gisteren ook door een broek heen gegaan op mijn werk. Nou ja, dat jurkje vond ik gewoon super leuk. Nog een jurkje en deze top. Gewoon eventjes kijken. Ik ben nog super lang niet meer geweest bij de H&M. Dus we shall see. Dit is echt zo'n geval dat je je leed leuk op te hangen. Ik verzuip er gewoon helemaal in. Dit is gewoon een maat. Maar ik vind die mouwen ook gewoon raar.
Nee, dit is sowieso een nee. Ik voel me net Heidi. Ik kan zo op de bergen gaan huppelen met een paar geiten. Dan heb ik deze. Ik vind hem op zich wel leuk. Alleen een beetje jammer is dat hij statisch wordt. Mijn benen. Ik ben echt dol op deze top. Ik heb hem even in mijn eigen gestoken. Hier zie je die bobbel van de beveiliging. Kijk die mouw. How cute. En dan op een rokje. Ik ben nu bij Zara. En ik ben echt verliefd op deze top. Kijk die mouwen. En kijk dan de achterkant. Het valt helemaal zo open. Ik weet niet of je het kan zien. Ik heb hem op deze broek. Met zo'n broek moet je sowieso hakken aan. Wat vinden jullie? De top is sowieso een ja, die gaat met me mee. Broek. Hij zit wel heel lekker. Maar trek ik het aan? De broek is nu nog maar 15 euro. En ik heb niks op deze manier. Ik denk dat ik hem zo zou dragen, zo opgerold. En dan hakken. En dan zo als een outfit. Wat vinden jullie? Ik denk dat mijn kont ziet er geweldig uit in deze broek. Ik zit nu in de trein. Ik ben helemaal bezweet. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik heb een fiets hier zo op Veenendaal station staan. En de trein ging over 10 minuten. En die Zara medewerker die is zo langzaam. Echt gewoon overal zijn tijd meenemen. En wat ik prima, maar ik had haast. Dus ik heb net echt lopen fietsen als een malle. En ik heb hem dus net gehaald gelukkig. En hij rijdt zo elk moment weg. En ik was weer thuis. Ik ben echt helemaal kapot na vandaag. Gewoon helemaal dood. Lekker mijn nagels aan het lakken met een video van Zoella. Lekker rustig. Ik ga hier zo meteen de vlog eindigen, want ik ben gewoon kapot. En ik ga verder niet echt veel doen. Ik ga over een half uurtje eten. En ja, nu ga ik gewoon lekker YouTube video's kijken en zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik weer gewoon een keer een dag in mijn leven vlog. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar één druk op de knop. Het is helemaal gratis. En dan blijf je gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!